Hallo, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je de video interessant vindt, geef een like. Ik ga het vandaag hebben over microplastics in het vlees van koeien en varkens. Hoe kan het zijn dat koeien en varkens eigenlijk helemaal vergeven zijn van microplastics? Dat het zelfs in hun vlees zit? Dat is toch wel bijzonder raar. We horen overal over het goede werk van de boeren. En dan zitten die beesten vol met plastics. En dat vlees, wat dat ook vol met plastic zit, dat eten wij. Hoe komt dat? Nou, de reden is ontluisterend. Dat is denk ik het woord wat je daarvoor moet vinden. Supermarkten houden voedsel over. Dat voedsel gooien we niet meer weg. Daar maken we veevoer van. En hoe doen we dat? Nou, we gooien dat voedsel, inclusief de verpakkingen, in een grote molen. Dan malen we allemaal tot kleine stukjes, dan persen we dat tot veevoer en dan geven we dat aan de koeien en de varkens, inclusief het plastic. Nou, dan denk ik, is er nou niemand die denkt van, is dat wel verstandig dat we dat plastic meenemen? Nee, blijkbaar niet. Maakt niet uit, flikker er maar in, het moet gewoon kunnen. En dan denk ik, dat is toch onderhand een... Nou, ik zou bijna zeggen een oorlogsmisdaad, maar het is geen oorlog. Maar het is toch een misdaad tegen de menselijke gezondheid en tegen de dierlijke gezondheid. Dit kan toch niet zomaar waar zijn? Ja, dat is het dus wel en blijkbaar mag dat. En is er niemand die heeft gedacht van, zou dat wel een verstandige zet zijn? Ik vind het ontluisterend. Ik begrijp niet... dat dit kan. En dit is een ongelooflijk goede reden om te stoppen met vlees eten. En niet binnenkort, nee direct. Want je wordt helemaal vergiftigd met microplastics, omdat dat vee door de sector vergiftigd wordt. En iedere boer die dat veevoer aan zijn koeien blijft geven, is er mede schuldig aan. En ieder veevoerbedrijf die dat zo doet, die spullen laat aanleveren of zelf creëert met de plastics erin, dat is gewoon een misdaad. En ik begrijp niet dat dat mag, dat dat kan en dat iemand met zijn volle verstand dit zomaar zou doen. En ja, ik kan niet zeggen dat ik sprakeloos van ben, want ik heb het erover, maar ik sta er echt van te kijken en... Ja, dit is absoluut het beste argument om te stoppen met vlees eten. Ik kan geen beter argument vinden. Want je kan wel zeggen van ja, dat is niet goed. Nou, het is nou duidelijk. Vlees dat wij hier nu eten is gewoon puur gif. Het is gewoon plastic. Dus stop daarmee. En dat is de enige manier, denk ik dan, om ook die sector te stoppen. Met het vervuilen, maar ook het vergiftigen van beesten en mensen. En als dit jou niet duidelijk is en dat het je niet laat stoppen met vlees eten, ja, dan weet ik het niet meer. Dan kunnen ze wat dat betreft alles doen. Ik bedoel, je vreet het toch. En ja, ik ben er echt sprakeloos van, maar dan zonder het sprakeloos. Ontluisterend, wat ik al zei. En ja, als dit de overheid is die zegt, wij willen de bevolking beschermen. Hè, want we moeten allemaal met mondkapjes lopen, want we moeten elkaar beschermen. Maar ondertussen worden we vergiftigd met plastic via het vlees dat we eten. En dat wordt wel toegestaan. Nou, sorry overheid, maar stop dan maar met onze bescherming. Want dit gaat niet werken op deze manier. Goed, mijn oproep dus om te stoppen met vlees eten. Ik hou erg veel van vlees, maar ja, het is wat dat betreft nu duidelijk dat je jezelf aan het vergiftigen bent als je daarmee doorgaat. Dus het zou stommiteit zijn om vlees te blijven eten. Dus ik ben vegetariër geworden, denk ik. Daar laat ik het bij. Tot de volgende keer. Houdoe.